Goedemorgen. Welkom, vlog 21, maandagochtend. Nieuwe werkweek. We gaan weer beginnen, jazeker. Wat gaan we vandaag doen? We beginnen van met koffie, gaan we voeren. Gaan we voeren aanschuiven. Wat we daarna doen is nog niet bekend. Wat wel bekend is, dat zeker weten, dat is zeker bekend, is dat ik waarschijnlijk vanaf vandaag een kalf mak ga maken. Dus dat is, dan houden we in een beetje wandelen met een kalf, een beetje spelen met een kalf. En dat gaat dus deze week gaat dat beginnen. Ik hoop vandaag en anders woensdag. Maar ik denk wel, als ik hoop dat het vandaag gebeurt. Dus dat wordt wel leuk, een beetje met een kalf spelen. Dan ga ik uitkijken, dan ga ik uitzoeken welke kalf ik ga meenemen. Ik denk de 2271. En dat die meegaat. Dan gaan we een beetje wandelen, weet je, ziet er wel gek uit. Een jongen met een kalf aan de wandel. Dat gebeurt wel vaak op het platteland, dus dat is op zich hartstikke leuk. Dus dat gaan we daar ook een hele vlog van maken. En misschien ook wel een special vlog. Ja, dat we daar een speciale vlog gaan maken over het kalf tan maken. Of makken maken, moet ik zeggen. Maar eerst verstandig om een band op te bouwen met een kalf. Ja en nee, ik vind wel dat de boer die bouwt automatisch een band op met zijn beesten, hè, dat is sowieso bekend, maar of dat nou echt verstandig is, ja. Het gaat nog een keer weg en, maar goed, ja, het blijft wel een herinnering. Dus, maar daar gaan we goed komen. We gaan gewoon proberen de kalfmak te maken en dan gaan we daar een beetje een vlog van maken. Ook een beetje een speciale vlog, dat zullen ook wel aan de gewone vlog komen, maar ook al een heel speciale eindvlog, zeg maar. Dat we alle delen van de kalf wat we met de kalf gedaan hebben, dat we dat allemaal op beeld gaan brengen. Zoveel mogelijk op beeld gaan brengen natuurlijk, dat kan niet altijd. Want ja, er zit toch alleen wel met collega's die niet in beeld mogen komen. Hè? Dus we gaan proberen zoveel mogelijk alles in beeld te brengen. Nou, ik ga even koffie zetten, ga me klaarmaken en dan gewoon naar het werk. En dan zie je me zo meteen op de boerderij. Hey, schatje. Hey, lekker ding. Ik ben blij om je weer te zien. Hey. Gaan we misschien weer wandelen samen, hè? Ja. Je wil wat eten. Wat eet? Nee, is niet voor jullie. Ja, jullie zijn er ook lief hoor. Kus. Ja, dat is weer fijn om mijn babytje weer te zien. Kijk. Dat is lekker, hè? We gaan niet bijten, hè? Lekker ding. Zo. Eens kijken of we zo koffie gaan drinken. Ik heb wel zin in koffie nog gekregen. En dit worden ze later, zeg maar. Hé, ik ben benieuwd als ze Holsten meenemen, dat kan een beetje langer. Maar als je van binnen uit van groter bent, dan zijn ze van allemaal van de melk af. Dan heb ze hier te staan, in deze zijde.
Bij deze. Kalfjes. Ik ga zo eens naar de koffie, denk ik. Dan misschien een sigaretje roken. Ja. En dan ben je maar de koffie. Zo. Ga een hapje voeren. We braken voeren. Dat was schatje weer. Nou, ik ga ze een brakken voelen. Dan hebben we brakken bieden. Dan ga ik hier vast wat brakken. Nee, gooien. Zo, een brakken. En dan ga ik nieuwe brakken ingooien. Of nog niet. Dus de camera even eventjes draaien. Zo. Ik ga nu een nieuwe voer bijhalen. Die zijn ook allemaal te wachten voor het voer krijgen. De rekker die zit weer recht. Bah. Zo. En we gaan weer voeren. Zo, de koffie is af. We gaan zo weer te wandelen met die dame daar. En ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik hoop dat het. Ze is nog vrij rustig, maar ik denk dat ze buiten is, dat het wel
wat heftiger aan toe gaat. Dat is een beetje gaan springen zo, maar we zullen het gewoon zien. Dus ik heb er wel even veel zin in. Vraag een collega, we moeten met z'n tweeën hem doen dat de ene de andere de kalver tegenhoudt. En dan kijken of de lijn lang genoeg is. Ja. Dus ik heb er wel even veel zin in, dus gaan we zometeen maar eventjes doen. Gaan we eens even kijken hoe het gaat. Dus we zullen het zien. Hij zou wel een beetje bang zijn. Hè? Ja, die kent hij helemaal niet. Hè. Nee. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Oh, we zijn nu aan de wandel met de kalf. De kalf loopt lekker aan de touw te vreten. Ja, het is nog een beetje wennen voor die kalf hier, maar goed. Eens kijken of hij een beetje meeloopt. Hij schribbelt wel een beetje tegen, maar... aan de ene kant denk ik dat hij het ook wel fijn vindt. Even, hij vindt het wel eng, laat ik het zo zeggen. Hij is wel een beetje bang. En hij gaat dus toch even pissen. Ja, moet ook gebeuren. Ik zou zo even de camera draaien, dan kan je meekijken. Ja, het is wel geweldig. Met de kalf even naar buiten. Hem laten grazen. Ja, weet je wat is? Het is de eerste keer dat hij buiten is, echt buiten is. Dus misschien dat we deze week nog even meer gaan oefenen. En dan, dan kan hij een beetje aan wennen, zeg maar. En dan is het misschien wel wat makkelijker. Het is toch een beetje onwennig. Een beetje om zich heen te kijken. Ja, dat zijn je voorouders. Je grote broers, zussen, neven, nichten. Nou, ik ga zo de camera eens even draaien, dan kan je even meekijken. Nou. Hier staat de kalf. Ik ben lekker aan de wandel. Oh ja, wandel. Ik zit te denken, wat zou ik gaan eten? Die laatste foto is mooi. Is goed, zo zullen we even kijken. Gaan we eens even kijken of we een stukje kunnen gaan lopen met de kalf. Kom eens. Hey. Kom maar. Kom eens. Kom eens. Kom maar. Kom maar. Nou ja, je zit nog even lekker te grazen. Kom maar. Kijk als hij... als hij mee wil lopen. Kom eens. Kom maar. Hij zit toch een beetje om zich heen te kijken. Ja, hij vindt het wel leuk. We zijn hier een beetje aan het wandelen op het gras voor de stal. Ja. Zo, kalf zit weer binnen. We gaan de kip met hem naar buiten trappen. Van de bodem zetten moet ik zeggen, als ik gelijk de dierenbescherming achter me aan. Een hele mikmak gezooi. Daar heb ik ook geen zin in. Nou, we gaan eens even de kip pakken. In. Gaan we eens even met je ski of de kip binnen zit. Kijken we ook sleutel, ik moet hem. Ik ga even de camera even draaien, dan kan je meekijken. Zo. Even kijken welke sleutel ik moet hebben. Welke van de vier. Ja, ik heb hem. Zo. Dat is mij. En. Kom. Hup. Kom maar. Naar buiten. Ja. Waar is het?
Ja, daar waren ze. Doe maar dicht. Nou, er zit nog eentje binnen. Huh? Er zit nog eentje binnen. Maar die zit te broeden. Kom. Moet je even... Ja, ik kan er niet bij komen, zo. Er zit er eentje te broeden. Ja? Ja. Zo, we gaan nu eerder op. We hebben Halster meegekregen, dus we gaan vanmiddag nog een keer proberen. En we gaan nu naar het bos of naar het land toe om daar wat houtstukken op te halen. Dus we gaan die kant op. Rijbewijs mee. Gaan we beginnen. Zo, we gaan nu naar het land. We gaan een boomstam ophalen. Die van de week is afgezaagd. En dan moet je boomstam eens ruimen. En dan als het goed is, daarna gaan we weer even met de kalf aan de wandel. Ik ga zo rijden en we zien elkaar soms weer. Yo! Eerst de brug hout op de hand. Ja, we staan nog op het land deze strong weg te brengen. En we hebben er nog eentje link van deze strong. Die moeten wij nog even wegbrengen naar Aachen toe. En dan werd het ook weer gebeurd. Ja, ik ben er niet zo voorstander van, want ja, dat zijn aardig wat jukels. En ik denk dat ik met deze voornamelijk. Ja, ik met deze nog wel een vrij grote ruzie mee gaan krijgen, maar deze ben nog een vrij grote brede. En deze valt nog op zin of wel reuze mee qua breedte, denk ik. Ja. Want deze ben nog wel vrij breed. Deze. Dus ik hoop dat het goed komt. Een beetje rustig aanrijden en dat gaat het wel goed komen. Maar ik had zo straks al met die eerste bak, eerste strong, had ik al iets van. Ai, 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 dat is goed gedaan. Maar goed, ik dacht, ja. Dat kan gebeuren, maar ja. Ach, ik ga snel terug. En hierachter zit het weiland, waar ik op ben. Ik rijd lekker nou terug en dan ga ik het gewoon zien. En dan moeten we gewoon kijken hoe het gaat. Ja, met die grote strook moeten we meenemen. En dan hoop ik dat het gewoon goed gaat. En dat we gewoon moeten afwachten hoe het gaat. We gaan gewoon zien. We gaan de strong wegbrengen en dan gaan we kijken hoe we die tweede strong meenemen. En dan gaan we die tweede strong meenemen en dan gaan we kijken. Dus ik ga heen, ik zie jullie zo meteen. We'll be right back.
Zo, we gaan beginnen met voeren en dan is het weer bijna tijd om te gaan. Hier eindigt ook de vlog mee trouwens. Ik hoop dat je het leuk vond. We gaan woensdag gaan we weer met de kalf lopen. Dus hopen dat we dan wel een beetje beter gaan. We hebben nu een betere halsters. We hebben nu echt de kalverhalsters meegenomen. Dus dat moet goed komen. Dus volgende week, op woensdag, gaan we gewoon weer beginnen. Met, gaan we gewoon weer verder met lopen met de kalveren. En dan gaan we weer lopen met de kalveren. Dus bedankt voor het kijken naar de vlog. Vond hem leuk, duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En tot woensdag. Hoi. Thank you.